Zo. Dames en heren. Oh, jij gaat dan weer. Shen gaat dan weer. Het is een goed begin van de Q&A. Dan zie je hoe het gaat met de baby. Zo. Helemaal kapot. Maar welkom bij de Q&A over de baby. Het zit echt in de schaduw. Wie? Wij. Nee, dat is leuk zo. Gewoon lekkere schaduw. Zoninslag. Palmboom in het midden. Wat wil je nou nog meer? Maar we gaan dus even een aantal vragen doornemen over hoe het nou eigenlijk... Moet je niet even vertellen wat je hier gaat doen? Q&A. Nee. Hoe weten ze dat? Wat zeg ik nou net de hele tijd? Jij bent er niet bij met Joe. Oh, ik heb hem gehoord, sorry. Nou, oké, wat gaan we doen? Leg maar. Een Q&A. Heb over... je dat niet gehoord? Alleen jij zit hier met een vest. 30 graden buiten, ze hebben een vest niet aan. Ik ben moe. Oké, nou. Zullen we maar de vragen beantwoorden? Ja. Hoe ging de vliegreis met Tiger? En had hij veel last van zijn oortjes? Zoals veel mensen zeggen dat baby's last krijgen van hun oren tijdens het vliegen. Nee, hè? Maar ik was wel bang om met Tiger te vliegen. Jij was echt bang, maar doe eens even zo. Oh, ja. Dat ziet toch niet uit? Jawel. Is het bedankt voor me? Nee, joh. Het is al weg. Wow. Oké, maar dat vliegen, ik vond het wel eng. Ik ben even stoppen. De top erop. Ik heb één slokje op, schat. Ik ben helemaal dood. Nee, het is wel een dingetje. Nou, het is helemaal geen dingetje. Nee, nee, wat zeg je nou weer? Ja, ik ben ook een beetje te veel. Nee, maar kijk, je denkt... Tenminste, ik dacht echt van... Ja, het kan natuurlijk twee kanten op gaan. Ja. Of... Het is echt super heftig en dat doe je nooit meer. Of het is gewoon relaxed. En eigenlijk had ik wel het tweede verwacht, gewoon relaxed, omdat Tiger gewoon... Ja, maar je wist niet hoe die zou reageren met druk op zijn oren en zo. Nee, klopt. Maar jij, daarvoor heb je ook nog allemaal dingen natuurlijk. Dat was maar ook toch, wel jij ging wel huilen toen we gingen opstijgen. Ik moest wel huilen toen we gingen opstijgen. Ja, Tiger was gewoon zo aan het kijken en chillen. Ik keek me zo aan. Ja. Ja, dus daar hadden we wel echt geluk mee. Tiger heeft er gewoon nul last van gehad. Wel vier vluchten gehad. Ja. En hij heeft geen één keer met stijgen en dalen gehuild. Klopt, één vlucht heeft hij zelfs helemaal geslapen. Ja. Dus ja, in dat opzicht. Het enige wat ik echt kut vond was de spullen. Al die spullen. Zoveel spullen. Dat was echt het gedoe. Dus tijgen was eigenlijk niet eens de last, maar de spullen. De spullen. Het waren de spullen. Ja. Wat een babybed, een extra babykoffer. Een kinderwagen, een autostoel. Een draagzak. Want daar moet je dan ook nog mee slepen, babytas. Ja. Met 10.000 watertjes en poedertorentjes. Echt verschrikkelijk. Maar ik zou wel een stuk minder meenemen de volgende keer. Ja. Maar kijk, weet je, het is ook de meeste mensen gaan een weekje op vakantie met een kleine. Dat is het. We hadden gewoon heel veel nodig. We zijn een maand weg. Ja. We hadden echt heel ons huis hebben meegenomen. Ja, klopt. Dat is het natuurlijk ook. Als je een weekje weg gaat, heb je ook een kwart nodig van wat we mee hadden. En je wil gewoon het zekere voor het onzekere. Dus je neemt... En, nou, dit ga je allemaal eruit halen, want dit is veel te veel. Inderdaad, volgende vraag. Ja. Deze sluit goed aan waar we het net over hadden. Wat neem je allemaal mee? Kijk, dit is een goede vraag. Wat neem je allemaal mee? Nou, noem maar op. Wat neem je allemaal mee? Een babybed. Genoeg luiers. Genoeg voeding. Precies. Dus luister nou niet naar Quinn, want die zei gewoon, nee, veel te veel eten, veel te veel luiers. Heb ik de helft eruit gehad en wat denk je? Zij had dus een koffer helemaal vol met luiers. En nu moet ik hier 4.000 pakken kopen elke keer. Maar ja, daarvoor heb je toch een supermarkt? Nee, dat was juist top, want dan zit je koffer al een beetje vol en dan kan je op de terugweg weer dingen die je op een shop meenemen. Met... Nou en? Ja, dan hadden we nog een koffer gehad. Ja, dan hadden we nog een koffer gehad. Het kon toch? Nee, dat is echt... Maar ja... Maar die voeding, daar luister ik nooit meer bij jou. Nee, want voeding hadden voeding we moet extra je echt potje genoeg mee meenemen. Nemen. Wel een extra potje. Ja, we hadden wat we hadden moeten doen was uit die pot halen in een plastic zak. Al het poeder en het is veel minder ruimte dan zo'n grote pot. Snap je wat ik bedoel? In een plastic zak. In een boterhamzak. Ja, ik ben ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dan hadden we het gewoon op elkaar kunnen stapelen. Maar ja, het neemt veel ruimte natuurlijk. Ja. Best nog wel op zich een slim idee. Ja. En het babybedje wou ik eerst eigenlijk ook niet mee, dat was veel te veel gedoe. Maar het was ook wel gedoe. Ja, maar wel handig. Waarom nog vergeten? Ja. Ja, waarom nog vergeten? Maar inderdaad, het is best wel handig. Zeker zo lang. Kijk, als je een weekendje weggaat. Ja, dan boeit het. Maar je wil ook niet met je kind tussen jullie de hele vakantie slapen. Toch, maar ik denk dat dat toch het beste advies is dat je kan geven. Een bedje meenemen.
Ja. Die is wel echt top. Dat is echt top. Ja. En die van ons ook, je klapt hem in, je klapt hem uit. Ja, top. Wat dan? Dat is echt zo. Ja, top. Ja, klopt, dat is echt zo. Ja. Voor de rest kan je gewoon alles in de supermarkt kopen als je, ja. Dat is dus zo niet waar, dat is echt niet waar. Nee, je vindt echt niet de dingen die je nodig hebt. Nee, okay, ja, maar kijk, wij zijn ook nu in een babythermometer nodig. Wij zijn aan de andere kant van de wereld. Ja, dat is waar. Maar denk je, in Europa kan je wel dezelfde dingen vinden. Ja, in Europa wel inderdaad, maar ja. Hier niet. Ook niet, dus ook niet dezelfde voeding en zo. Nee. Ze hebben hier ook geen eens nutriënten. Nee, klopt. Hoe doe je dat als je met z'n tweeën s'avonds bijvoorbeeld ergens wat wilt drinken en hij moet op bed? Meenemen? Ja, ja, we nemen Tijger eigenlijk overal mee naartoe. Dus ja, dan moet je gewoon, je moet geluk hebben dat hij slaapt wanneer je wat wil gaan drinken. Want 9 van de 10 keer wilt hij ook gezellig meedoen. Nou, dan moet ik wel zeggen, dat is omdat wij tijdsverschil hebben. Dus als je gewoon in Europa op vakantie gaat en je hebt dezelfde tijd, dan slaapt hij wel gewoon nog ook om dezelfde tijd. Normaal sliep hij gewoon om 10 uur 's avonds sliepen. Ja. Ja, maar toch, alsnog, als wij om 8 uur wat gaan drinken, is het voor hem alsnog, zeg maar, dan hoort hij te slapen. Snap je? Dan is het bij ons 3 uur in de nacht. Ja, snap ik, maar hier heeft hij sowieso elke dag. Nee, maar het is toch, kijk, stel, al slaapt hij. Wij drinken gezellig wat samen zo. En dan gaat hij in één keer huilen, hè? Dan ben je toch, word je uit die. Dat is echt niet. Nee, of hij wil eten. Nee. Ja, maar hij... Wist je nog maar voor het Lauderdale Beach? Ging je toen huilen? Nee, maar ik was helemaal in de vibe en jij was helemaal met hem bezig. Ja. Mijn glas was al op en jij hebt niet eens één slokje genomen. Toen dacht ik, nee, oké, maar toen dacht ik wel van ja, dit is wel eigenlijk kut. Eigenlijk kan je met een kind nog steeds niet echt met z'n tweeën swingelen. En wat van het strand toen jij je al 20 minuten lag te tukken op het strand? Weet je wel, was je in slaap gevallen? Waar? Bij Fort Lauder. Oh ja. En toen was ik ook bezig met Tijger, dus Quinn doet eigenlijk altijd gewoon zijn ding. Nee, maar kijk, weet je wat ik wel zelf persoonlijk best wel moeilijk vind? Zeg maar, je bent op vakantie, maar je moet zoveel rekening houden nog met iemand op. Normaal ga je op vakantie met, fuck it, ik doe wat ik wil. Maar nu ga je, je kan dat niet denken, omdat als hij helpt, moet je er eigenlijk gelijk zijn. Ik moet ook dealen met jouw stress, snap je? Dus dat is, ja, is echt zo. Het is een ander soort vakantie, het is wel vakantie. Nee, en wel ik vind het ook super, een ander soort vakantie. Het is wel super mooi ook om met je kleine hier te zijn, maar het is niet echt een... Ik ben niet uitgerust bijvoorbeeld. Nee, precies, je bent gewoon nog kapot. Oh ja. Dus ja, dat is wel een beetje een dingetje, maar ja, het is wel leuk. Het is het wel waard uiteindelijk. Je kijkt hier wel op terug van, dit was echt tof. Ben jij niet? Nou, je moet gewoon accepteren dat je met kinderen heb je nooit meer een echte, echte vakantie. Ik denk wanneer ze een beetje 12 zijn of 10. Ja, of ook ze, niet echt. Wanneer tenminste, ze nog dan ouder moet zijn, je niet dan naar het strand. Meekomen, want dan heb je ook weer de zee en dan denk je, oh, als ze maar niemand verdrinkt. Ja. Eigenlijk wanneer ze 16 zijn. Kunnen ze meedrinken, gezellig doen. Kunnen ze, mogen ze een vriendje of vriendinnetje meenemen, lekker. Ik zou altijd, van mij mag Tijger altijd een vriend of ja, maar vriendin en ook als die, kijk, als die dadelijk 5 is, 6, dan kan gewoon oma bijvoorbeeld oppassen, snap je? Dan gaan we met z'n tweeën weg. Weet niet goed of zo. Dus jij wilt de rest van je leven alleen maar met een weekend, maar niet een lange vakantie. Nee, niet zoals dit, maar ik doe gewoon een weekendje weg. En dan? Nee, een weekend. Ja, kijk, maar als nu ook eigenlijk vandaag is het vrijdag, zouden we eigenlijk met z'n zusje wat gaan drinken. Laat het nog door. Dat ligt eraan. Waarom? Ik kan Tijger gewoon bij oma achterlaten. Nee, want hij heeft last van zijn tanden. En dan moet ik er voor hem zijn, hij heeft mij nodig. Volgende vraag. hoe hebben jullie je voorbereid op het vliegen met Tijger? Ik had me echt goed voorbereid. Ik had heel veel voeding en luiers gekocht. Ja. En ik heb gewoon alles wat ik kon vinden, heb ik meegenomen. Maar eigenlijk hebben we het gewoon op ons af laten komen. Ja. Wat gewoon belangrijk is, is een knippertje voor je nageltjes, een thermometer. Knipper voor je nagels? Zijn nagels groeien snel, hoor. Zijn nagels groeien super snel. Ik knip ze om de dag. Dus je gaat vliegen en je neemt een nagelknipper mee? Ja. Dat is belangrijk. Ja. Omdat in het vliegen groeien zijn nagels misschien. Nee, niet in het vliegtuig, in je koffer. Oh ja, dat hoort niet bij het vliegen. Oh ja, sorry. Een draagzak. Neem een draagzak mee, want je moet je kinderwagen achterlaten. Inderdaad.
Ja, een draagzak. Oh, en wat je mee moet nemen, zo'n... Ik zal het even aan jullie laten zien. Oh, die is ook echt handig, ja. En dan kan je hier nog luiers en het doekje in doen. En dat dan... heb ik nog nooit gedaan. Dit is zo'n omkleedkussen. En deze kan je ook nog schoonmaken aan de binnenkant. Maar in het vliegtuig heb je alleen namelijk zo'n hard ding. En dit is nog een beetje dik, ja. Weet je wel. Dan kan hij daarop liggen, kan je daarop leggen. En je wilt sowieso niet dat je kind ergens op legt waar al 10 andere kinderen hebben gelegen. Maar eigenlijk is het vliegen gewoon net alsof je ergens uit eten gaat. Wat je meeneemt, neem je ook in het vliegtuig mee. Eigenlijk. Extra. Met een, als je, met een kind. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus zoveel meer is alleen van alles ietsjes meer qua eten en drinken. Ja, weet je, als je een lange vlucht hebt of een korte. Maar ja. Eigenlijk is het gewoon en altijd gewoon ietsjes meer voor de zekerheid. Ja, precies. Hoe warm je de melk op als je vliegt? En zijn ze een beetje vriendelijk als je het wilt opwarmen? Ik zou niet je flesje laten opwarmen. Tenminste, ten eerste, ik doe nooit een flesje in een magnetron. Nee, hebben we nog nooit gedaan. Nee, ze zijn allemaal ook stralingen. Dus ik denk... En als je kind huilt, ga jij echt niet wachten tot een stewardess helemaal van achterin naar voren is gelopen. Dan komen ze ondertussen nog 10 mensen tegen die ook wat vragen. Dan moet ze hem nog opwarmen, dan moet ze terug. Misschien moet ze ondertussen nog naar het toilet. Voordat je je fles weer terug hebt, ben je 10 minuten verder. Klopt. Ja, we hadden gewoon een thermostand. Ja, helemaal gekoeld. Het blijft echt lang heet. Het blijft echt 24 uur warm. Bijna weg. Ja, het is een thermoskan dat blijft echt heel heet en je doet namelijk maar zo'n laagje heet water en de rest gooi je met een flesje met gewoon normaal water. Dus je hebt ook maar elke keer zulke beetjes nodig van het hete water, dus dat doe je echt wel lang mee. Ja, dus dat is een goeie. Neem een thermoskan mee. Ja. Iemand zegt, oh mijn god, hoe gek word je van al die spullen? Bizar wat je meeneemt met een kleintje, toch? Ja, dat is echt zo, man. Want ik heb nu ook, dan moeten we dadelijk weer weg. Nou weet je, ik zat al te bedenken om de helft van mijn koffer gewoon bij oma te laten. Ik heb toch helemaal geen zin koffer. Om... Weet je wat het sowieso is? Hij past nu heel veel kleding niet meer. Nee, van hem kunnen we bijna alles achterlaten. Ja, dat laat ik gewoon hier. Daar kan mijn oma het aan kindjes... Kijk wat voor beest dat is. Wow, joh. Wow. Hij is in zichzelf gegaan weer. Ja. Zal ik hem pakken? Nee, kijk, je kan hem hier zien. Hij liep echt heel leuk. Wat ga ik doen? Zachtjes. Nee, hij vindt het niet leuk. Stop maar, hij vindt het niet leuk. Het is een krapje. Een krap. Zo leuk, hij liep echt leuk. Klo. Wow. Ziek, hè? Maar hij, is dit echt zijn huis of is hij hier ingekropen? Nee. Als ik in het water doe, gaat hij dan? Ik zou hem niet in het chloor doen, nee. Leg hem gewoon hier. Durf je hand zo te doen? Gaat hij dan ja zo hoor. Doen? Nee, doe normaal. Oh, hij beweegt. Oké, ik zit hem. Als hij zo gaat bewegen, dan... We zagen er een krab. Het is een krab, toch? En een schelp. Oh, het is natuurlijk een krab. Wat dacht je dan wat het was? Een schelp. Nee. Wat zei ik nou? Als hij zo gaat lopen, dan kunnen we misschien nog een actie schieten. Maar waren we met de vraag bezig? Ja, waar hadden we het nou over? Ja. Is dat iets met YO? Die zin begon met YO, die vraag. Oh, al die spullen. Oh ja, die spullen. Nou, daar hebben we het al 10 keer over gehad. Heel veel spullen. Ja, dat is echt niet te doen. Gaan. Maar dat is een leuke vraag. Ja, oh, zit je daar met de dag? Ja. Iemand vraagt, doen jullie nog boem boem dingen of is daar geen tijd voor? Nou, nee. Niet echt, want als je met een kind op een kamer slaapt, ja. Dan gaat je leven eigenlijk al. Nou ja, het is gewoon... Je bent ook, weet je wat ik vooral is, als je zeg maar... Stel je komt in die stemming, en dan gaat hij in één keer huilen of iets, dan denk je ook van ja. Dan is dat weer verpest. Dan denk je, laat maar zitten. Ja. Maar wij zijn eigenlijk gewoon vrienden geworden. Wat zeg jij nou? Het is toch zo? En we houden wel van elkaar. Maar meer dan dat zit er niet in. Hij is weg. Hij loopt. Doe zachtjes.
Onze krabbenspotter. Hij gaat naar Tiger. Oh, hij is naar binnen gegaan. Oh. Nou. Shen en ik zijn dus vrienden. Wat zijn de voordelen van vliegen nu ze nog zo klein zijn? Onze 7 weken. Nou, dat ze nog heel veel slapen. Ja, ze slapen eigenlijk. Ze eten en ze slapen. Wij hebben ook geluk. Wij hebben geluk. Tiger, ja, maar die is wel steeds meer wakker, moet ik zeggen. Klopt, hij wordt echt actief. Ja, kijk maar hoe ik eruit zie. Ja, actief. Ja. En ja, logisch dat we vrienden zijn. Moet je een buggy mee of mag je ook gewoon een kinderwagen? Nou, daar zaten wij ook eerst over in. Maar een kleintje kan nog helemaal niet in een buggy. Nee, dus, maar we konden gewoon dit... we mochten zelfs een stuk, mochten heel dat ding mee in de vliegtuig. Ja, we mochten zelfs onze hele kinderwagen in een stukje. Want normaal nemen ze het weg en dan zetten ze het onder in het, ja. In het luchtruim of zo. Shout-out naar Toei. Shout-out naar Toei Vleiman. Maar, eigenlijk mag je voor baby's dus alles meenemen en dan doe je het op het, hoe heet dat, aparte bagage? Overloop. Je hoort nog wat mooie. In ieder geval, het gaat okay, naar ergens. Nou, aparte bagage. Ja. Aparte bagage, en dan mag je eigenlijk zoveel mee als je wilt. Dus buggy. Nee, overdrijf nou weer. Oké, okay, ja, maar je... Hele kinderkamer. Nee, oké, maar je mag best wel veel mee voor baby's. Hoe gaat het met Tiger qua zon en zo? Vindt hij de zon lekker of vindt hij het heel irritant? Nou, hij vindt het zonnetje best wel lekker. Maar niet als er in zijn ogen komt, zeg maar. Misschien het bruin is. Je moet hem wel echt in de schaduw houden. En hij heeft altijd een lekker lelijk zonnehoedje. Dus nee, hij vindt de zon tof. Ja, is lekker aan het bakken. Had je ook gereisd met Tigertje als hij een huilbaby was? Nou, jij niet. Ik was binnen. Zit jij nou mijn drink op te drinken ineens? Ja. Wat een gekkigheid. Maar ik zou niet, nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik het überhaupt zou trekken als het een huilbaby. Nee, jij was na een uur al weggegaan. Klopt. Maar kijk, aan de ene kant zou ik denken, ja, je moet het gewoon doen. Want... Misschien wordt hij er wel rustig van. Nou, meer van, je kan je eigen leven niet helemaal opzij zetten. Je moet ook nog wel een beetje leuke dingen doen. Dat is echt belangrijk. Maar, als jij een huilbaby hebt, dan maar, denk dan maar niet dat jij een relaxe vakantie hebt. Want je bent gewoon de hele dag met die kleine bezig. Dus je kan net zo thuis blijven. Echt zo, ja. En dan zet je er gewoon de verwarming aan. Je moet jezelf niet opzij zetten, maar je kan beter thuis blijven. Ja. Eigenlijk moet je wel accepteren dat je gewoon een kind hebt. Dan moet je gewoon wachten tot, tot dat voorbij is. Ja, ik weet het, maar ik kan het ook niet zeggen, want we hebben het niet. Nee. Nou, ik zou het niet aankunnen. Nee. Ik zou de hele dag zelf ook aan het huilen zijn. Ja, ja. Maar mag ik één ding zeggen? Ja. Is het handig om te vliegen met een baby van 1 maand? Nee, dan mag je baby nog helemaal niet vliegen. Wat is het nou even vraag? Nee, dat mag je niet zeggen. Misschien weet iemand het niet, maar dan zeg ik nu. Dan mag je nog niet vliegen. Nou, we hebben geen vraag meer. Alles is hetzelfde. Ja, alles is hetzelfde. Iedereen wil een beetje hetzelfde rekenen. Oh ja, hier nog één. Waarom? Quint is zo'n goede vader. Wees lief voor Quint, want zo'n man vind je niet meer. Oh. Ik zie er nog één. Chef, ga weg bij Quint. Die jongen heeft het te hoog in zijn broek. Oh, nog één. Ben je nou nog steeds met hem? Ja, rot op. Kom maar, flesje van je wijn. Dankjewel voor het kijken naar deze Q&A. Als je nog vragen hebt, ga hieronder in de comments, laat iets achter. En ja, als je Shanna ook zo lelijk vindt als mij, dan denk je wel, nee, dat toch niet. Als je Shanna dan ook zo lelijk vindt als mij, dan ben je net zo lelijk als mij. Nou, als je ons samen bij lelijkheid vindt, duimpje omhoog. Fuck you.
En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Is je boy? Jij moet zeggen is je boy? Kie. Boom. Ik wil de boom doen. Oh, is je boy? Kie. Doe dan die boom. Nou, nah, we houden het wel gezien. We houden het wel gezien. Later.